Kom er allemaal bij, boys. Kom er allemaal bij. Ik heb deze gasten de afgelopen weken weer wat absurde krantenkoppen gestuurd. Zij hebben de krantenkop gebruikt als inspiratie en hopelijk een paar ijzersterke grappen erbij bedacht. Visstelende kok moet 10.000 euro aan werkgever betalen. Een Belgische kok is door zijn werkgever betrapt bij het naar buiten smokkelen van allerlei dure vis en schelpdieren. Dit deed hij door het te verstoppen in een wasmand vol met vieze was. Vervolgens verkocht hij het weer door aan zijn vrienden. René, het woord is aan jou. De chefkok bleek een onwijze forelnicht. Hij had zijn leven niet echt op de makreels. Maar goed, hij had dan ook zijn school niet afgemaakt. De directie heeft een klacht ingesardiend. Omdat ze dachten, dat zal hem leren. Yes! Het is niet eens je afsluiten. Nee joh, ik heb nog meer. Nu komen de grappen van Rog Schepers. Jordi van de Bovenskampie. Johan Kaperman. En Pieter Kabeljauwke, dames en heren. Sorry, Rob. Het is aan jou. Ja. De kok kreeg in de gaten dat het uit de hand liep toen zijn vrouw geen wasverzachter aan de was toevoegde, maar ravigottesaus. De kok verklaarde dat hij wel alle kleding netjes uitwaste met robijn, behalve als er toevallig een kleine zeemermin tussen zijn vangst zat, want dan gebruikte hij Ariel. Ah, mooi. Ik ben ooit betrapt toen ik in een restaurantkeuken een verse worst probeerde binnen te smokkelen bij een van de serveersters. De smokkelende kok werd buiten door de politie opgewacht met de woorden: ben je blij ons te zien of heb je soms een kilo paling in je broek? Jordi. Staat er, hè? Howard, weet jij hoe die kok heette? Nee, geen idee. Ier. Kok Ier. Laat mij er buiten, ja? Jezus. Als je nou gepakt wordt, dan kan je het voor de rest van je leven wel schubben. Dan krijg je het wel even voor je kieuwen. Precies. Toch gek dat je vis als een duur iets ziet, terwijl het grootste gedeelte gratis. Leuk. Inmiddels heeft de kok een wat visvriendelijkere manier gevonden om de vis mee te nemen. Netjes. Kijk hoe stuk gaat. De kok zat trouwens ook vast en zeker kreeft bij kas. Ah, krap. Ja, shit. Mijn eigen favoriete schelpdier is trouwens een hele gespierde, de mossel. Johan Kaperman, dames en heren. En dan uiteindelijk is er altijd... Pieter Jouwke, dames en heren. Moet je, voor de geinste moet je goed kijken naar het oog van die vis. Het is nog niet normaal dat je spullen gewoon in je onderbroek van je werk meesmokkelt naar... Mensen moeten dit nog gebruiken. Haal het eruit, man, viespe. Overkeren. Wow. Wat een ranzaam. Tilde maar een haartje. Is voor mij. Oké. De kok mag blij zijn dat zijn baas hem niet voor het gerecht sleept. Hij had gewoon 5 broden en 2 vissen moeten stelen, want daarmee unlock je namelijk unlimited brood en vis. Jezus.